Goedendag. Ja, grijze luchten, ze zijn weer boven Nederland. Het is gedaan met het zonnige weer en de temperatuur is aan het stijgen. En dit beeld van vrijdagochtend, ik denk dat we dat ook veel in het weekend gaan zien. We gaan eens kijken naar het weekend weer. Veel wolken zien we in ieder geval boven de kaart vrijdagmiddag. Nou, die wolkenvelden zijn ook boven Nederland aanwezig. En als ik de animatie in beweging zet, dan zien we dat boven ons land die wolkenvelden constant worden aangevoerd. Later in het weekend ook kans op een bui, later op zaterdag en met name ook op zondag. Dat zullen regenbuien zijn. Na het weekende wordt de bovenlucht kouder. En dan moeten we er rekening mee gaan houden dat de kans op sneeuw ook weer gaat toenemen. Sneeuwbuien die vooral, zoals het er nu naar uitziet, in de kustgebieden gaan vallen. Maar er zullen best af en toe een paar van die sneeuwbuien of natte sneeuwbuien of hagelbuien wat verder landinwaarts kunnen gaan trekken. Maar dat is dan vooral voor de maandag en de dinsdag in het weekende, de zondag. Dan moeten we vooral rekening houden met nattigheid. Temperatuur laat ik u ook even zien, want het is echt even gedaan met de vorst. In de nacht van zaterdag op zondag blijft de temperatuur ook boven nul. Alleen in de nacht van vrijdag op zaterdag zou in het zuidoosten van het land de temperatuur nog eventjes rond het vriespunt kunnen komen. En ook weer in de nacht van zondag op maandag. En maandagochtend zien we daar ook nog een paar nullen staan boven Limburg. Dan kan die temperatuur dus weer wat lager gaan uitpakken. Maar in het weekend zelf blijft het overal boven nul. Kunnen we mooi zien op deze kaart? Het wordt zaterdag zo'n 4 graden in het binnenland. In het noorden en westen kan de temperatuur nog wat verder oplopen naar 5 of 6 graden. In Limburg, misschien daar nog een graadje lager. De wind waait uit het westen. Aanvoer van wolkenvelden en toch echt wel vochtigere lucht. Het natuurhuis, dat zal slinken en slinken, zo niet helemaal verdwijnen. Zondag, ook een dag met temperaturen boven het vriespunt. 3 tot 6 graden wordt het opnieuw. Misschien in het noorden later op de dag ook af en toe een zonnetje erbij. Maar dan komen er ook geleidelijk aan die buien binnen. En ja, dat is over het algemeen een regenbuien. Er kan misschien een vlokje natte sneeuw tussen zitten. Ik denk dat de echte winterse neerslag pas maandag op gang kan komen, die winterse buien dan. En dat zien we dan ook terug in de meerdaagse. Wat dan verder ook opvalt, is dat de nachten dan weer kouder gaan worden. We gaan dan toch wel weer onder het vriespunt uitkomen. Lichte vorsten over het algemeen. Overdag boven nul. Ja, en die winterse buien die dus overtrekken. En dat betekent dat het soms wit kan worden. En dat het waarschijnlijk hier en daar ook zo af en toe wel eens even glad kan gaan worden. Fijn weekend.